Dag iedereen, volgende week herdenken we de arrestatie, het sterven en de verrijzenis van Jezus. Maar vandaag heb ik het over de gebeurtenis die de concrete aanleiding vormt voor dat schijnproces. Arrestatie is meestal het gevolg van een misdrijf, maar in een politiestaat wordt men gearresteerd wanneer men zich inzet voor de goede zaak. En dat was zo bij Jezus. En Lazarus' opwekking uit de dood was de trigger die alles in stroomversnelling bracht. Wanneer een actievoerder handelt in een uithoek van het land, zal dat weinig reactie uitlokken. Maar een actie in Moskou op het Rode Plein zorgt gegarandeerd voor problemen. Jezus was vooral actief in het verre Galilea. Maar wanneer hij verneemt dat zijn goede vriend Lazarus zwaar ziek is, begeeft hij zich naar zijn woonplaats, op drie kilometer van Jeruzalem. Wat daar gebeurt zal weerklank vinden in de hoofdstad. Zijn bezoek is zeer tegen de zin van zijn discipelen. Maar wat zegt Jezus? Jezus hield veel van Martha en haar zus en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen Laten we teruggaan naar Judea. Maar rabbé, protesteerden de leerlingen, de Joden wilden u stenigen en u wilt u daar toch weer naartoe? Toen zei hij hun ronduit Lazarus is gestorven en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar Hem toe gaan. Jezus kon Lazarus op afstand genezen, zoals de knecht van de centurion. Maar nee, Jezus wachtte zelfs tot Lazarus was overleden. Meestal vermijden we dat een probleemsituatie escaleert, maar soms zoeken mensen bewuste moeilijkheden op. Ik denk dan aan Navalny. Die terugkeerde naar Rusland om het regime te trotseren. Jezus wacht tot Lazarus overleden is. De situatie lijkt uit de hand gelopen. Maar als Jezus kan bewijzen dat hij meester is over de dood, zal ontegensprekelijk blijken dat hij meer is dan een Joodse rabbi. Ook kiest Jezus nu voor een confrontatie met de Joodse leiders, want hij weet dat zijn uur gekomen is. Hij zal zijn leven geven voor de goede zaak. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem, en er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten. Martha zei tegen Jezus: Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar, zelfs nu, weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: Je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Marta, ik weet dat Hij bij de opstanding om de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer Hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat U de Messias bent. De zoon van God die naar de wereld zou komen. Vrienden betuigden een medeleven. Misschien kwamen er ook vijanden op bezoek uit leedvermaak. Want Jezus' beste vriend was gestorven en hij had zich zelfs niet laten zien. Was hij zijn kracht kwijtgeraakt? Martha heeft gemengde gevoelens. Haar broer zal uit de dood opstaan bij het laatste oordeel. Jezus bevestigt dat wie in hem gelooft eeuwig zal leven. En Martha reageert een beetje ontwijkend. Diep bewogen vroeg hij: Waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden: Kom maar kijken, heer. Jezus begon ook te huilen en de Joden zeiden: Wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd. Hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Ook dit ergerde Jezus. Lazarus was bijzonder geliefd en ook Jezus huilt. Maar Jezus was ook diep bewogen. Je kan dat ook vertalen als hevig verontwaardigd. Waarom? Ik denk dat Jezus een existentiële woede ervaart over alles wat misgaat in deze wereld en uitmondt in de dood. Ongeloof, vijandigheid, ziekte en dood kenmerken het leven en dat is niet zoals God het wil. Mensen relativeren vaak de dood door haar te omschrijven als een normaal aspect van het leven dat we maar moeten aanvaarden. Maar Jezus ziet de dood als een vijand die hij zal overwinnen. Hij liep naar het graf. Haal de steen weg. Martha, de zuster van de dode, zei: Maar heer, de stank, hij ligt er al vier dagen. Jezus zei tegen haar: Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoogd. U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U mij gezonden hebt. Daarna riep hij: Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Een stukje schepping wordt in miniatuur herdaan. Die opwekking bewijst Jezus goddelijke missie en het feit dat er leven is na de dood. Kort nadien voltooid Jezus die missie door te sterven. Hij verrijst maar dan met een ander lichaam om nooit meer dood te gaan. Veel Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, Kwamen tot geloof in hem. Maar enkelen gingen naar de Fariseeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. De opwekking van Lazarus was de trigger om de moordplannen van de Fariseeën concreet te maken. Want Jezus is nu incontournable. Maar de leerlingen en velen die te goede trouw waren, weten nu met zekerheid wat ze over Jezus moeten denken. En zo haalt Lazarus veel twijfelaars over de brug.